Mijn nummer 2, waar ik misschien wat enthousiaster over was dan... Ja, uit deze serie. Ja. In deze serie. Ik wil hem even opnieuw. Want ze gaan allemaal als losse filmpjes. Dus we kunnen ze eigenlijk niet in de context van de andere twee wijnen plaatsen. Nee. Dus we gaan gewoon weer over dit glas praten. Ja, precies. Alsof die zomaar is. Ja. Mooi. Dit glas was ik wat enthousiaster over. Het heeft fruit, het heeft heel veel kruidigheid, een tikkeltje vluchtig zuur. Ja. Vind jij niet erg? Ik vind het in dit geval niet erg. Ik vind typisch Italiaans. Het is Italiaans en sommige wijnmakers zien het inderdaad als een fout. Discussie helemaal in Italië is daar verhit over, natuurlijk. Maar ik vind in dit geval past het in het glas. En dat maakt het in dit geval voor mij ook mooi. Het is ook niet storend, hoor. En als iemand nu denkt, wat bedoelen ze met vluchtig zuur? Voor mij is het soms dat het een heel klein beetje naar veldbon ruikt. Maar dan, als het dat echt is, dan is het een fout, hè? Ja. En dat is het absoluut niet. Nee. De zuren zijn wel lekker in de afdronk. Zeker weten. Dus dan ga ik toch met je mee. Dan doen we hem gewoon. Ja. Ja, lekker glas. Gaan we erbij eten? Want hier gaan we zeker bij eten. Hier gaan wij zeker wat bij eten. Ik zit eigenlijk aan een klassiek Bourgogne gerecht, denk ik. Met name dat het wat zuur is. Coq au vin. En dan misschien een Italiaanse stijl gemaakt met Italiaanse wijn. Ja. Ik denk dat dat heel erg lekker erbij gaat zijn. Leuk. Het is Buondonno. Kom bij Vino Bless vandaan. 2,17. Kost 15,95. Vind ik wel heel keurig. Netjes gedaan. Mooi glas.